zo'n 11 jaar geleden vonden wij haar als schoot in Sassenheim. Ze stierf een eenzame dood in een hoekje op de scheepswerf. Overmoedig kocht ik haar en startte met de restauratie, welke na een jaar door de enorme kosten moest worden afgebroken. Het scheepje belandde in een loods in Duitsland, waar ik haar onaangeroerd en door toeval na 10 jaar weer terugvond. De restauratie werd hervat en dit keer wel tot goed einde gebracht. Zie hier het resultaat. MS, motorschip de Wilhelmina Louise, is erkend tot varend monument en behouden voor de volgende 80 jaar. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. En ik ook niet. Ik was, zoals u weet waarschijnlijk, 2 weken geleden 40 jaar priester. Ik heb een 40 jaar jubileum gevierd. Met veel plezier. En ik heb in die 40 jaar nog nooit een boot ingezeten. We kennen het verhaal wel, denk ik, uit de Bijbel van de storm op het meer. Dat allen die gebruik gaan maken van dit vaartuig hun reis veilig en zonder zorg volbrengen. Dat zij mogen rekenen op uw bescherming. Geef hen ook dat zij door hun voorzichtigheid instaan voor de veiligheid van anderen. Dat alles vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. De Wilhelmina Louise, we zullen je zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En u bent eigenaar geweest van dit mooie bootje? Dat klopt, vanaf 1991 tot 2007. Herkent u het zoals het nu is? Ik herken het model absoluut, want het is een uniek bootje met een uniek model. Maar toen wij hem hadden, had hij geen huis erop en nu heeft hij een huis erop. Is hij eigenlijk weer helemaal in de oude staat gebracht. Dus dat herken ik niet, maar dat is prachtig geworden.